De regering besteedt veel geld aan armoedebestrijding. Echter komt het niet aan bij de samenleving, zei NPS-parlementariër Ivanildo Plein gisteren in de Nationale Assemblee. Plein voerde aan dat zodra de regering meer geld geeft in de vorm van koopkrachtversterking, de prijzen in de winkels omhoog gaan. Het is voor broekoe weer broekoe. Ik vraag waar het duurzaam beleid is gebleven van de regering. Het lijkt alsof de regering in een wedijver is met de prijzen in de winkels, voorzitter. Voorzitter, pakketten en biertuwetcris, etc. is nog geen duurzaam beleid, voorzitter. Ik ga het weer zeggen, het ministerie van ESOTI en het ministerie van Sociale Zaken moeten dringend onder het vergrootglas geplaatst worden. Ze moeten doorgelicht worden, daar moet het mes ingezet worden. Er komt, op dit moment is er een spanningsveld ontstaan tussen het sociaal beleid en het prijzenbeleid. NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis benadrukt dat de extra koopkrachtversterking die de regering aan de werkende klasse zal toekennen bij lange na niet toereikend is. Het assembleelid is van mening dat er een groot sociaal-maatschappelijke onrust heerst in het land. Maar het is begrijpelijk als de samenleving steeds geconfronteerd wordt met de verhoogde prijzen. Gelet op de invoering van de BTW en ook de verhoging van BTW op de bestaande producten en diensten, voorzitter, dan zien we als gevolg dat vooral de prijzen van groenten onbetaalbaar zijn geworden. Verhuurders verhogen ongecontroleerd de gevraagde huurprijzen. Er is geen adequaat huisvestingsbeleid, voorzitter. De prijzen voor nutsvoorzieningen blijven de lucht inschieten. Medicijnen zijn schaars en onbetaalbaar. De president heeft gezegd, of had gezegd, dat de breedste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Hiervan is nog niets te merken. Het zijn steeds de loontrekkers die belast worden. Kensenhuis ziet graag dat de Nationale Assemblee een vernieuwd sociaal beleid van de regering ontvangt. Daarnaast benadrukt hij dat alleen de koopkrachtversterking optrekken geen soelaas zal bieden als flankerende maatregelen uitblijven.